Ja, mijn broer die was ook altijd heel erg geïnteresseerd in scheikunde. En die zat met zijn chemiedoos van Bartje Smit, zat hij stiekem onder zijn bed proefjes te doen. Dat vond ik ook wel heel erg interessant. Toen ben ik eigenlijk mee proefjes gaan doen. Met als resultaat dat met oud opnieuw de hele buurt onder de rookbommen zat. En zo, dat is mijn interesse voor scheikunde en de laboratoriumschool een beetje ontstaan. Op het laboratorium komen allerlei materialen binnen die afkomstig zijn van de mens. Het zijn dan bloed, het kan urine zijn, het kan veetjes zijn. En de arts wil graag bepaalde dingen onderzocht hebben, kijken waar de mensen ziek voor zijn. Nou, die stellen een briefje op, wat wil ik aangevraagd hebben, en dat gaan wij onderzoeken. Dit is onze voorraad bloedzakken wat we hebben. Iedere dag wordt deze voorraad aangevuld vanuit Maastricht, de bloedbank Maastricht. We zorgen dat we altijd voldoende hebben dat als er een plotselinge bloeding komt, dat we ook voldoende meteen kunnen uitgeven. Hoi. Mensen kunnen niet altijd even mobiel zijn om naar het ziekenhuis te komen voor de bloedafname. Nou, dan is er hier een afdeling geregeld, de prikdienst. En die gaan naar verschillende locaties hier in Limburg voor bloedafname te doen. Dat kan bij de huisarts zelf zijn, maar dat kan ook op andere locaties, een gemeenschapshuis of zelfs cafeetjes. De wet van Murphy. Even vuist. Deze. Is dit een urine of een serum? Dat is urine. Oké. Ik ben Maarten Ruimakers, klinisch chemicus, en ik heb hier als aandachtsgebied de algemene chemie, waaronder de bloedgasdiagnostiek, urinediagnostiek. Ik heb als aandachtsgebied de eiwitchemie en de moleculaire biologie. Het is een geniaal vak. Je kunt de patiëntenzorg combineren met een stukje leiding geven, een stukje onderwijs aan zowel stagiaires, maar als ook aan co-assistenten en assistenten in het huis. We weten heel veel van de diagnostiek, alle apparatuur en de bepalingen die we uitvoeren, weten we de ins en outs van. Maar we weten dientgevolg ook heel veel van de klinische fysiologie. Mijn belangrijkste taak als klinisch chemicus is eigenlijk toch wel gewoon de eindverantwoordelijkheid die ik draag voor de bepalingen die uitgevoerd worden in mijn vakgebied. Ik zie niet echt iets zitten. En dat ik hem zo terug zie. Ja, als je zo kijkt, zie je hier toch net iets, hè? Ja.